Nu het arrangement aangemaakt is, is het tijd om er leermaterialen aan toe te gaan voegen. Dat kan via de tab Inhoud. De opbouw van een arrangement in Wikiwijs lijkt op de opbouw van een boek. Je hebt titels van hoofdstukken, die heten hier kop/menu rubrieken, en daarbinnen heb je paragrafen, die heten hier subkop/menu items. Binnen die hoofdstukken of paragrafen kun je vervolgens allerlei soorten informatie toevoegen, zoals tekst. Afbeeldingen, video's en bestanden. Hoe je een arrangement opbouwt, ligt aan het doel dat je ermee hebt, maar je bent helemaal vrij om de volgorde te bepalen die jij wilt hebben. In dit voorbeeld maak ik een les over de geschiedenis van Nederland voor het vak geschiedenis en begin ik met een kop. Klik en sleep het kop rubriek symbool naar links totdat je ziet dat hij in het arrangement zit. Laat dan de muis los en de kopmenurubriek